Hey, goedemorgen. Het is 11:45. Mijn ouders zijn hier gekomen omdat zij vandaag ook moesten uitchecken, maar pas vanavond vliegen. Dus zij laten hun bagage hier. Dat betekent dus ook dat als ik mijn festival outfits video wil opnemen, die ik echt heel graag wil opnemen, dat ik dat vandaag moet doen voordat mijn ouders vertrekken, want zij moeten de kleren met voor me meenemen naar Nederland. Het leuke is dat ik mijn tripod in het hotel ben vergeten. Mijn nieuwe tripod die ik heb gekocht. Ik heb ze net gebeld, ze hebben hem wel gevonden. Dus ik ga super snel eventjes ontbijten. En dan als het wieder weer ga naar dat hotel. En dan weer terugkomen, filmen. Nee, ik moet douchen, opmaken. En dan filmen en dan nemen mijn ouders vanavond die kleren mee terug naar Nederland. Opschieten. De zon schijnt niet goed als je een video wil opnemen. Alles wordt overbelicht. Oké, nou ik hoop dat het straks lekker bewolkt wordt. Maar goed, ik ben het huis uitgerend in letterlijk mijn slaapkleren. Ik moet gewoon die tripod hebben. En ik wil gewoon vandaag zo graag die video maken. Want het is echt even een flinke afleiding van dat Stefan nu weg is. Mijn moeder vroeg net aan me, ja, hoe is het voor jou dat je weggaat? Ik zei, weet je, wat denk je zelf? Het voelt echt alsof ik een McDonald's ijsje zonder zwarte sesamzout heb gekregen. Nee, heel flauw grapje. Ik kan het eerder... Oh, het is wel echt heel donker nu. Je kan het eerder vergelijken alsof ik ineens net een stoot in mijn buik heb gekregen van Mayweather. Of gewoon weer mijn voedselvergiftiging heb. Het is echt... Het is echt verschrikkelijk. Het is echt niet leuk. Ik weet niet, altijd als Stefan er is... Oké, ik moet niet te veel gaan praten, want dan ga ik echt huilen, maar... Hij is gewoon zo'n zonnetje. Elke ochtend staat hij zo op. Ik maak geen grap, hij staat echt elke ochtend zo op. Dit is wat ik elke ochtend te zien krijg. En dat... Tuurlijk kan ik daar zonder leven, maar het leven is zoveel leuker met hem dan zonder hem. Ik doe mijn best. Ja, dus ik ga nu even gewoon flinke afleiding vandaag. Ik vind oprecht fashion video's. Echt waar, ik doe er niet zo heel veel. Als je mijn kanaal nog niet zo heel lang volgt. Ik maak 1 keer in 3 maanden probeer ik om een fashion video te maken. Ja, ik geloof gewoon dat je als ambitieuze vrouw er toch altijd wel goed uit wil blijven zien. Maar het is heel, heel, heel eerlijk. Eén van jullie zei in de comments. En love you voor je directheid. Ik hou daarvan, echt waar. Zei van, yo, als je abonnees wil, gebruik je verjaardag dan niet als excuus. Maar zeg gewoon dat je abonnees wil. Oké, zal ik nu even heel eerlijk zijn over de fashion video's? Ik maak ze omdat ze echt gewoon kippensoep zijn voor mijn ziel. Ik vind ze zo leuk om te maken. Er gaat zoveel creativiteit in zitten. Dat het voor mij gewoon een soort van meditatie is als ik ze maak. Er gaat oprecht minstens 30 uur zitten in het opnemen en editen van een fashion video. Maar ik doe het omdat ik het zo leuk vind om te maken. Dus vandaar dat ik dat ook gewoon vandaag wil doen. En dan kan ik de aankomende week me volledig storten op het editen. En dan heb ik gewoon genoeg afleiding totdat ik weer een beetje gewend ben aan de situatie dat Stefan er niet meer is. Yay, mijn tripod is weer terecht. Woep woep. Ik was dus net in het hotel. En het was echt zo naar. Het voelt echt als liefdesverdriet. En weet je, ik had zo'n super mooie quote gelezen voordat ik wegging. Ik heb natuurlijk heel veel reisblogs gelezen. Van een meisje die zei van, ze had heimwee. En toen zei ze, weet je, ik troost me met de gedachte dat ik een huis heb om te missen. En dat ik daar al eigenlijk heel erg blij om ben. Dus ik troost me met de gedachte dat ik zo'n lieve man heb die kan missen. Want dat is gewoon al een zegen. En daar mag je ook gelukkig mee zijn. Dus dat ga ik maar heel vaak tegen mezelf herhalen vandaag. Jee, ik ben weer terug. Ik heb er ongeveer een uurtje over gedaan. Wat echt heel goed is. Mijn ouders die zijn nu gaan shoppen. Mijn moeder wilde nog, weet ik veel, slippers halen of zo. Die ze lekker vond lopen. Stefan heeft zijn overstap gemist in München. Echt heel zielig. En ze hadden dus blijkbaar heel veel turbulentie. Waardoor een vrouw achter hem aan het braken was in het vliegtuig. Arme jongen.
Hij zit echt helemaal getraumatiseerd op dat vliegveld. Maar wat wel goed is, hij is zijn jas vergeten in zijn koffer. En daarin zat de huissleutel. Dus hij zei, als ik thuis was gekomen en voor de deur had gestaan zonder sleutel, was het misschien wel erger geweest dan dat hij nu zijn overstap heeft gemist. Hij heeft een uur en een kwartier overstaptijd in München. En zowel op de heenweg als op de terugweg. Ja, op de heenweg heeft hij zijn vlucht wel gehaald. Nu dus niet. Die overstaptijd is gewoon te kort. Dus als je een uur en een kwartier overstaptijd hebt, denk daaraan, want je moet waarschijnlijk direct als je uit het vliegtuig komt gaan sprinten, behalve als kleine vliegveldjes zijn. Dat maakt niet zoveel uit, maar meestal gebeurt het ook op grote vliegvelden. Ik ga nu douchen, want ik voel me echt heel smerig. Het was buiten heel warm, dus ik heb nog lekker extra gezweet. Even douchen, opmaken. Oh ja, nog iets briljants. Ik heb mijn bronzer en mijn koraalroze lipstift en mijn felroze lipstift. Dat heb ik allemaal Stefan al meegegeven, terwijl ik het eigenlijk nog voor de video wil gebruiken. Jammer. Dan moet ik het maar gewoon doen met wat ik nu wel heb. Ik ga me dus even klaarmaken om zo meteen een video te gaan schieten. Ik heb trouwens de afgelopen dagen echt zo slecht gegeten. Vanaf vandaag ga ik weer lekker helemaal clean. En ik begin met deze macadamia noten die mijn moeder heeft meegenomen. Ik ga lekker dit allemaal als snack opeten, want ik heb best wel honger. Kijk, ik wil de video met dit uitzicht filmen, wat echt heel bruut is. Maar het licht is nu echt veel te ver. Of ik moet met tegenlicht filmen. Ah, met tegenlicht kan nog wel, dat is wel mooi. En hier baal ik van. Ik heb mijn lievelings MAC Relentlessly Red lippenstift met Stefan meegestuurd. Ik heb de tas waar ik zo gek van ben, heb ik aan hem meegegeven. En daar zat die lippenstift in, inclusief het lippotlood. Dus ik ga even snel naar een drogisterij hier beneden om iets nieuws te kopen. Want ik ga, nee, sorry, ik ga geen festival look video filmen zonder lipstick. Dat vind ik echt heel saai. Bummer. Ik ben nu bij Watson's. Even aan het kijken wat voor leuk kleurtje ik mee ga nemen. Dames, ik ben nog niet bij de Sasa geweest. Ik beloof jullie dat we een dag lang alleen maar Sasa's afgaan. Dat ik jullie alle leuke dingen ga laten zien. Mannen, als jullie het leuk vinden om ook te zien wat voor beautyproducten ze hier voor mannen hebben, laat het dan zeker even weten. Nou, dat ging heel snel. Check deze brute matte lippotlood van Revlon. Even kijken wat die kost. Hij kost 108 ongeveer, ja, gedeeld door 8 is iets meer dan 10 euro. Maar ik vind hem echt heel vet. Hij is echt super, super fel kleurtje is het. No, wat heb ik gedaan? Ik ben nog meer dingen gaan testen. Oké, deze, die onderste, vind ik ook echt super bruut. Die is ook heel fel en dat is een lipsteen, wat dus beter blijft zitten. Maar ik vind het matte van die potlood wel echt heel tof. En check deze lipgloss. Kijk het pigment. En deze vind ik ook heel vet. Oh, oh. Ik zit in de penari. Wat ga ik nou nemen? Oh, ik vind die lipgloss wel echt heel tof. Maar dat blijft minder goed zitten. Nee, ik moet sterk blijven. Het wordt gewoon de matte lippotlood wordt het. Oké, ik heb dit gekocht. Een Pantene haarmasker, want mijn conditioner is op. En aangezien ik mijn haar toch niet zo heel vaak was, kan ik prima een haarmasker als conditioner gebruiken. De lip, ja, lipstift, letterlijk. En ik heb deze handgelletjes gehaald. Deze heb ik. Focus. Deze heb ik. Lavendel en Summerberry. Ik heb van allebei eentje genomen, want die heb ik straks weer in Thailand nodig. By the way, trouwens, hashtag RealTalk. Ik ben echt, echt zo blij dat ik de 9000 abonnees aan heb getikt. Ik vind het echt heel, heel vet als je hebt geabonneerd. You know I love you. En wat ik al eerder zei over die comment van, ja, je hoeft niet per se je verjaardag te gebruiken om ons te vragen om te abonneren. Je kan ook gewoon zeggen als je wil dat mensen zich abonneren, abonneer je op mijn kanaal. Lala. Weet je wat het is? Even heel, heel eerlijk. Ik durf meestal geen dingen voor mezelf te vragen. Als het gaat om mijn werk, heb ik de bijnaam Pitbull. Ik heb echt Mission Impossibles volbracht, omdat het gaat om een klant. En dan ga ik echt gewoon tot gaatje of naadje. Whatever. Ik ga echt gewoon diep om te realiseren wat ik een klant heb beloofd. En waarvan ik denk, dit moet gewoon haalbaar zijn. Ook al is het zeg maar meer dan wat andere mensen doen, omdat ik het gewoon een uitdaging vind. Als het gaat over mijn vriend, mijn broertje, mijn vriendinnen, ze weten het allemaal. Als het gaat om hun en ik moet iets voor hun regelen, I will do it. Het is
Ja, dat is een hele andere drijfveer dan als het voor mezelf is. En als het dan ineens voor mezelf is, dan... Het is heel raar, maar dan durf ik het gewoon niet te vragen. En daarom had ik, zeg maar, mijn verjaardag als een soort van stok achter de deur voor mezelf. Van, je moet het gewoon vragen. Dit is een goed moment. Dit kan ik voor mezelf van binnen verantwoorden. Oké, nu durf ik het te vragen. Maar je hebt me wel echt de ogen geopend met die comment. Want ik wil het gewoon. Ik wil gewoon die 10.000 abonnees. En even los van verjaardag of niet, ik vind het gewoon vet. Als je ergens heel hard voor werkt, zoveel plezier in hebt, zoveel mensen mee blij maakt, dat je ziet dat dat steeds meer mensen aantrekt en dat je zoveel meer mensen blij kan maken. Dus ja, eigenlijk heel plat. Ik vind het gewoon heel tof om die mijlpaal te bereiken van 10.000 abonnees. En ik heb het nu al losgelaten hoor, want ik bedoel, mijn verjaardag was eventjes zo'n mijlpaal in mijn hoofd. Maar nu, ik heb het even losgelaten. Want wat ik ook merk, is dat ik als ik ergens heel hard gas achter ga geven in mijn persoonlijke leven, in mijn werk geldt dat dus niet, want dan ineens gaat alles wel rollen. Maar in mijn persoonlijke leven, net als met de DJ, ik weet niet of je het weet, maar ik heb gedJ'd vroeger, ook op de Beauty Gloss Party en ook voor Hunkemuller. En ik heb voor Sylvie Meijs gedJ'd, super vet bij een fotoshoot. Maar op het moment dat ik daar iets meer van probeer te maken dan gewoon, het is voor de lol. Ineens, alle deuren gaan ineens op slot. Het is vet vaag, want daarvoor was ik er gewoon helemaal niet mee bezig. En dan ineens komen, weet je, allemaal aanvragen binnen en dan willen mensen van alles van je. En op een gegeven moment dacht ik, oké, nu ga ik er echt gas achter zetten. Ga ik er echt werk van proberen te maken. En dan ineens, nada, mailtjes worden niet beantwoord, mensen reageren niet. Er komen geen nieuwe opdrachten binnen. Super vreemd. Dus daarom heb ik zoiets van, weet je, YouTube is gewoon super fun. Ik vind het echt zo leuk om te doen. Let it go. Let it flow. Dat is trouwens sowieso mijn jaarthema. Let it go. Let it go. Dus daar moet ik wat meer aan gaan werken. Let it go. We zitten weer bij de Thai en ik heb een groene papaya salade. Dit is zo goddelijk. Ik kijk er echt naar uit om naar Thailand te gaan. Niche heeft Pad Thai. En we hebben nog echt een goddelijke soep voor ons vieren. Mijn vader heeft nog een vis in zoutkorst besteld. Gaan we ook gewoon met z'n allen delen. Ja, je dacht toch niet dat we het niet gingen hebben over jullie glorieuze, ik wil dat woord vaak gebruiken, ik vind het echt een heel tof woord, voorstelrondje. Ik ben zo diep onder de indruk van wat jullie allemaal doen en al jullie verhalen. En dit bedoel ik dus, want jullie zeggen wel van mij, Powerwoman. No, wij allemaal. Want iedereen heeft een verhaal te vertellen. Ik heb echt zo genoten van al jullie verhalen. Dankjewel bij deze aangenaam. Als je hebt voorgesteld, als je nog niet hebt voorgesteld, voel je vrij om dat alsnog in de comments te doen. Oh, trouwens, zoveel mensen die examen doen. Echt, oh, diep respect. Mijn gedachten zijn bij jullie. You can do it. Het gaat echt helemaal goed komen. Bij deze ook alvast excuses als ik niet heb gereageerd op je verhaal. Bij deze even collectief. Ik vind het echt bruut en moedig dat jij het aan hebt gedurfd om je op internet voor te stellen. Ook aan iemand die jij nog nooit hebt ontmoet. Want misschien denk je gewoon, dude, shut up. Ik wil gewoon een video kijken. En heb je daar helemaal geen zin in. Maar jullie hebben echt zoveel gedaan. Diep, diep, diep respect en dankjewel voor het delen van jullie verhalen. Wat je vanaf nu ook gaat merken is dat ik je vaker dude ga noemen. Want dat doe ik bij mijn vriendinnen. En aangezien we aan elkaar zijn voorgesteld, zijn we bij deze vriendinnen. Dus dankjewel voor het voorstellen. Je komt niet meer van me af en ik ga je vaker dude noemen. Hé, het is echt bijna 2:30. Nie slaapt al. En ik heb net mijn verjaardagsvlog echt 4 uur lang zitten editen. Oh my god, hij is zo grappig. Ik ga echt helemaal stuk. Alleen om deze reden ben ik blij dat ik deze dagen gevolgd heb. We gaan het morgen even over het einde hebben en dat soort dingen. Als je meer afleveringen op dit moment, nu wil zien, dan moet je eventjes hier kijken. Dan zie je alvast de vorige aflevering. Dan kom je ook bij de afspeellijst van de Travelvlogs. En als je meer van mijn video's in de toekomst wil blijven zien, dan moet je even abonneren, want dan krijg je die updates automatisch binnen. Als je al geabonneerd bent, altijd. Dankjewel.
Welterusten en ik zie je morgen weer.